Dit project moet gerealiseerd worden in 36 maanden. Dus daarmee de keuze voor prefab. Ik denk dat we rond de 15 miljoen euro aan prefab beton zitten. In totaal een 15-tal torenkranen staan. Naar logistiek toe verwachten wij dat er op het piekmoment van deze werf een 800-tal personen zullen werkzaam zijn. We hebben nu een 100-tal vrachten per dag die aankomen op de werf. Levering van prefab beton, levering van in situ gegoten beton, wapening. De technieken zijn ondertussen al gestart, dus logistiek is een enorme uitdaging dit project.